Nou, en hier staat hij dan, de gelukkige voorzitter van schaakvereniging Het Zwarte Paard, Theo van Zessen. Wat een eer is dat voor de club. Ja, ja, maar ik moet er heel eventjes erbij zeggen, het heet officieel Het Zwarte Paard Schiedam. Want het is een fusie van twee verenigingen. Vroeger had je hier in de Gorssen, waar we nu nog schaken, Het Zwarte Paard. En je had ook de schaakvereniging Schiedam. En daar ben ik destijds lid geworden, was in de jaren 70. En wij speelden toen op de werf van van Wild of Feyenoord in de kantine. En die twee zijn samengegaan ergens in 1987. En dat is dus nu, officieel heet het Zwarte Paard Schiedam. 100 jaar op bestaan. Wat is er in die 100 jaar eigenlijk allemaal gebeurd? Nou, veel geschaakt natuurlijk. En ik kan ook niet alles overzien, want ik ben zelf op dit moment begin maar mijn 54ste jaar. Dus ik heb wel het meeste ervan meegemaakt, maar toch ook 46 jaar niet. En ja, het is natuurlijk een club die opgericht is ergens in 1923. Dus, en ik ben van 1949, dus die 26 jaar, daar kan ik niet veel over vertellen. Hoe populair is het eigenlijk op het ogenblik nog, schaken? Nou, ik heb de indruk dat het een tijdje eigenlijk een beetje uit beeld geweest is, maar dat de laatste jaren weer een klein beetje aantrekt. In elk geval ook het lid worden van een schaakvereniging. Want een tijd lang hebben mensen eigenlijk vooral tegen de computer geschaakt. Maar op een gegeven moment gaat dat denk ik toch een beetje vervelen, omdat die computers te sterk zijn of ja, niet zo leuk schaken. Tegen menselijke tegenstanders kun je van alles verwachten. De een doet dit, de ander doet dat. Het is wat gevarieerder en je hebt er nog een praatje bij. Je kan samen overleggen, je kan eens terugkijken samen. En ik denk dat toch het terugkeren van de mensen naar de vereniging een klein beetje weer stimuleert op dit moment. Eventjes over de jeugd. Hoe lastig is het nog om jeugd aan het schaken te krijgen? Op dit moment hebben wij geen echte jeugdafdeling. We komen wel bij schaakverenigingen waar je dat wel ziet. We hebben wel ooit een hele grote jeugdafdeling gehad. En vooral Frans Groeneweg was daar eigenlijk een beetje de animator van destijds. Maar die is nu al jaren in het verpleeghuis en die kan daar natuurlijk niks meer aan doen. Maar onze ervaring was ook altijd, we gaven wel veel les en we hadden ook wel veel jeugdleden. Maar het bleef heel weinig van hangen, want op een gegeven moment gingen de jongelui studeren in Rotterdam of in Delft of nog verder weg. En dan zagen wij ze niet meer terug in elk geval. Maar goed Theo, iedere vereniging brengt grote namen voort. Wat waren de toppers van jullie? De topschaker van Schiedam, dat is natuurlijk wel John van Baarle. Die heeft ook nog wel eens aan Nederlands kampioenschappen meegedaan in de jaren 70. En hij is 3 keer snelschaakkampioen van Nederland geweest. En dan ging het toch om snelschaken tegen iemand als Donner of dat soort mensen. Jan Timman, dat zijn de namen die nu nog wel bekend zijn, denk ik. Antoinette Laan, waarnemend burgemeester. We zitten in Zuid, in Schiedam-Zuid. Feestelijke gebeurtenis, een koninklijke onderscheiding uitdelen. Hoe bijzonder is dat? Ja, dat is heel bijzonder. Daar maak je maar heel weinig mee. Er zijn nog maar weinig verenigingen die echt 100 jaar bestaan. Nou, en het Zwarte Paard bestaat zo lang. En het is echt voor mij ook wel heel eervol om dit te mogen doen. Hoe gaat dat proces nou? Hoe krijg je een koninklijke onderscheiding? Nou, het is best een heel intensief proces. Je moet als vereniging aantonen dat je 100 jaar geleden bent opgericht. En dat kan niet zomaar een Kamer van Koophandelverklaring zijn. Er moet echt iets zijn in de pers of ergens anders. Het is vastgelegd dat je toen en toen bent opgericht. Nou, en dan moet je blijven aantonen dat je al die tijd hebt bestaan. En heel veel papierwerk. Wat kan de waarde zijn van zo'n onderscheiding voor een vereniging? Nou, sowieso dat je misschien wat publiciteit eraan overhoudt. Dat zou hartstikke leuk zijn als er meer mensen komen schaken. Iedereen is hier welkom, dames en heren. Maar ook gewoon dat je laat zien dat je een hele goede vereniging bent. Dus richting bijvoorbeeld de Nederlandse Schaakbond geeft het natuurlijk ook wel extra cachet. Kunt u zelf schaken? Ik kan een heel klein beetje schaken, maar mijn echtgenoot is echt een hele goede schaker. En is vroeger ook wel eens Nederlands kampioen studentenschaken geweest. Dus dat is wel echt iemand, daar leg ik het absoluut tegen af.